Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 26 januari 2016. Dus het bulletin van dinsdag. Vandaag weer Contestia op de gebruikelijke manier. Ik heb hier een Reed Solomon blokje aan het begin en aan het eind zitten voor automatische omschakeling. Voor het automatisch werken van FLDG is het trouwens nodig om ergens een vinkje aan te zetten. Als dat nog niet gebeurd is, dat is bij de instellingen bovenaan. Vervolgens ID's opzoeken in het pull-down menu. En het meest linkse tabblad, dat is RSID. Daar moeten alle vinkjes in het scherm, het heet Reed Solomon ID voluit, die moeten allemaal uitgeschakeld worden behalve doorzoek doorlaatband of in het Engels search passband. En als je elkaar wilt testen met FLDG moet je daarnaast ook ID na einde uitzending inschakelen, end of XMID ID's. En je moet checken of bij de zendmodus, zeker transmit modus, de gebruikte modulatiesoort is ingeschakeld, want die kun je afzonderlijk uitschakelen. Maar ja, vergeet niet om op bewaren te klikken of in het Engels op save, want anders dan gebeurt er niets met je aanpassingen. Vandaag ga ik voor het eerst ook proberen dat idee dat ontstond gisteren in een QSO met Jurgen, om FLDG automatisch de MOS te laten meeschrijven. Want dat kan natuurlijk ook, ik kan hem een code geven om naar MOS om te schakelen en dan zou hij dat moeten doen. Attentie dus voor mensen die de MOS uit hun hoofd willen doen, niet spieken. Vanwege al deze automatische zaken zit het SSTV-plaatje, wat we dus ook nog hebben, totaal achteraan in de uitzending. Ik wilde het wat rustig aandoen met de SSTV-plaatjes en dat niet meer elke dag uitzenden. Maar deze is te leuk om niet uit te zenden. Er is niet superveel nieuws, maar de Amateur Radio Experimenters in Australië die zenden iedere zondagochtend uit op 40 meter op 7,177 MHz in Lower Sidebund met FreeDV 1600. Betreft hier een experimentele heruitzending van het VIA nieuws, waar Daily Minutes ook geregeld als nieuwsbron gebruik van maakt. Er zijn verschillende mogelijkheden om met FreeDV op HF te werken. Dit kan met een PC en er zijn verschillende softwarepakketten voor. En dat kan ook met de SM1000, dat is een FreeDV modem. FreeDV is de enige digitale spraakmodulatiesoort waar ook de vocoder, een open source vocoder, door zendamateurs is bedacht. FreeDV is anders dan bijna alle andere DV modulatiesoorten, omdat het voor gebruik op HF is bedacht, terwijl de andere modus juist voor VHF en UHF zijn ontworpen. Webwereld komt voor de mensen die een hekel hebben aan Microsoft met een artikel onder de naam 5 alternatieven voor MS-DOS. Ik heb even gekeken, maar het is een recent artikel van vandaag zelfs. FreeDOS wordt genoemd en ook 4DOS, 4DOS, DR-DOS, oftewel Dr.DOS, en ook is er QDOS. En je hebt nog DOSBox, dat is een x86 emulator met opnieuw opgebouwde versie van DOS. Ja, en toen sprong die star, nou niet van de squels, maar die begon zich ineens te roeren. Maar goed, je zult maar verlegen zitten om een DOS-versie. Volgens mij heb ik ook nog ergens FreeDOS in mijn VMware-player geïnstalleerd staan op de PC. Een van de meer merkwaardige antennetypen is de DDRR-antenne. Niet te verwarren met DDR, maar DDRR. Deze antenne is in de jaren 50 uitgevonden door Northrop voor militair gebruik. In de meest bekende versie bestaat de antenne uit een relatief korte verticale straler en een horizontale lus. In zijn oorspronkelijke versie is er sprake van twee horizontale lussen boven elkaar, of vierkanten zelfs. Bij de bij amateurs meer bekende variant is de onderste lus dus vervangen door een aardvlak. Daar moet je volgens de maker overigens per se geen kippengaas voor gebruiken, dat moet een solide vlak zijn. De beide lussen ten opzichte van elkaar vormen een transmissielijn, een open lijn zeg maar. Door deze lijn met een vacuümcondensator te verstemmen, kan de verticale straler in afstemming worden gebracht voor de gebruikte frequentie. Het is een rare antenne met dat korte stukje verticale straler dat toch als een volwaardige straler werkt en die redelijk grote ring die voor de uitstraling niet zo heel veel doet. De voordelen van de antenne voor de oorspronkelijke gebruikers vergeleken met verticale stralers zijn meteen duidelijk. Met name op schepen is de constructie veel meer solide. De antenne is veel kleiner dan andere antennes met dezelfde werking. En doordat hij een loopstructuur heeft, ontvangt hij relatief weinig ruis. Verder is de impedantie van de antenne zelf extreem laag. En dat betekent dat hij niet heel veel gevoeligheid heeft voor de aanwezigheid van metalen objecten en andere antennes in de directe omgeving van de antenne. Of zeg ik nog twee keer omgeving. Nou ja. Die lage impedantie zorgt er ook voor dat de antenne veel ongevoeliger is dan andere antennes voor statische ontladingen en voor blikseminslag. De DDRR-antenne dus, en dat staat voor Direct Driven Ring Radiator, oftewel direct aangestoten ringstraler. En er zijn bij Google, als je gaat zoeken, zijn er diverse plaatjes van de antenne te vinden.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.